Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Kerbal Space Program. Als het goed is zijn de zwarte landen aan de zijkant nu weg. De vorige aflevering had ik heel irritant zwarte landen aan de zijkant. Ik denk dat het nu gefixt is, ik weet het niet zeker. Ik gok het wel. En toen ik net de wereld loodde, toen explodeerde ineens van alles en nog wat. Maar zo te zien is onze raket waarmee we nog terug wilden gaan naar de aarde, is zo te zien nog heel, dus... Laten we kijken of we nog terug kunnen hiermee. En anders dan heb ik eigenlijk vrijwel niks voor deze aflevering. Maar ik heb ook even een thumbnail gemaakt voor deze serie. Hopelijk vinden jullie dit een beetje een leuke thumbnail. En sowieso, ga eens even terug naar de video. En kijk eens, wat vind je van de thumbnail? Vind je dat ik een beetje... Geef me gewoon even wat feedback over mijn thumbnails. Ik wil weten wat jullie van mijn thumbnails vinden. Want dan kan ik daar iets mee doen misschien. Wee, ik vlieg nu best wel hoog trouwens. Maar dan kan ik misschien betere thumbnails maken. Maar in ieder geval laat me weten wat u van mijn thumbnails vindt. Niet alleen van deze, maar gewoon mijn thumbnails in het algemeen. Ja, ik heb niet echt specifiek voor iedere aflevering een aparte thumbnail met een plaatje met waar ik het over heb ofzo. Dat is eigenlijk, ja, het kost gewoon veel werk en ik ben lui. Ik vind thumbnails maken wel leuk, maar om nou voor iedere aflevering een aparte thumbnail te gaan maken, vind ik een beetje veel werk. Dus vandaar dat ik dat niet doe. Ja, ik moet wel even proberen terug mijn raket in te komen. Laten we eerst erop gaan staan. En dan, ja, oké. Okay. Oh, hij pakt hem zo vast, kan ook. En als je dan toch naar beneden gaat om naar de comments te gaan. Oké, okay, zou het zien, kan ik gewoon nog wegvliegen? Oké, okay, dat ging best goed. Gelukkig maar. En ik zit heel veel mijn geluid iets zacht, want voor mijn gevoel zit mijn geluid echt heel erg hard. Spacecraft zet ik daar 2. Ik zet alles wel voor gewoon 2. Behalve muziek, want muziek is irritant. En voice is ook naar 2. Accept. Oké, okay, de game crashte dus. We moeten heel opnieuw beginnen met wat we net al hebben gedaan. Gelukkig nog niet zo heel veel. Ja, nogmaals, die explosie van net. Maar we moeten nu dus weer even in de raket gaan. En nog meer explosies. Want ja, wie houdt er nou niet van explosies? Ja, de game crasht ofzo, omdat hij iets... Er was iets met de resolutie ofzo, maar... ik heb de footage gecheckt en er was geen beeldmateriaal kwijt, gelukkig. En we kunnen gewoon weer opstijgen net zoals net, denk ik. Hoppa's. En we vliegen omhoog. Even kijken. Welke kant op vliegen. Oké, okay, vliegen die kant op, zeg maar. Dus nu zeg maar recht naar voren en daar is de aarde. Oké. Okay. Dus heel verwacht dat we iets meer hoogte hebben. Nou, oké, okay, dat is al een aardige hoogte. Ik heb wel redelijk wat fuel nog, gelukkig. Dus het moet wel kunnen lukken om terug te komen, denk ik. En wat trouwens de vorige aflevering nog niet heel duidelijk was volgens mij, is dat als ik deze serie ga doen, dan ga ik het niet heel doen zoals hier zo. Want hier speel ik gewoon een beetje het spel en ik maak een raket en ik doe er wat mee en dat was het dan. Maar als ik het spel ook echt ga spelen, dan even een beetje afremmen. Wat ik dan ga doen is career mode. En dit is sandbox mode. En het verschil is... In sandbox mode is het niet echt de bedoeling om... Nou ja, je hebt niet echt een bepaald doel, zeg maar. Het is gewoon bouw een leuke raket en dat is het. Ja, oké, okay, zo kom ik... Oh, ik kom niet terug naar de aarde. Maar ik kom in ieder geval een baan om de aarde als ik dit doe. Even dit ding zo min mogelijk doen. Maar dan ga ik career mode doen. En daar is het echt, dan krijg je missies en zo. En dan heb je nog niet alle onderdelen, moet je onderdelen unlocken. Ik spoel nu even door trouwens. Daar moet je, oh, oeps. Daar moet je echt onderdelen unlocken. En door onderdelen te unlocken, dan kan je
betere raketten maken en daarmee kan je weer verder komen. Want in het begin kan je nou niet eens de atmosfeer uitkomen en na een tijdje kan je naar de maan of naar andere planeten ook. En als je dan naar andere planeten kan, dan kan je ook weer meer punten krijgen, waardoor je weer meer onderdelen krijgt. En dit eigenlijk is, je kan het een beetje vergelijken met een creative mode dit. En is dat career is een soort van survival mode, dus je zou vergelijken met Minecraft. Dus dat is hoe dat ongeveer in elkaar zit. En ik heb er gewoon redelijk wat fuel over trouwens, dat verbaast me. Zo. En als ik zo doe, dan kom ik in een mooie baan om de aarde. Of ja, niet echt per se een mooie baan of zo, maar dan kom ik. Dan kan ik gaan landen. Weer een beetje doorspoelen. Het is wat kortere aflevering dit dan die vorige. Ik ga ook niks eruit knippen. Of ik ben in ieder geval niet van plan om iets eruit te gaan knippen. Omdat, het is eigenlijk een heel simpele missie nu. Het is gewoon terug naar de aarde gaan. En dat is echt super simpel gewoon. Dus, dat kan nog wel eventjes. Maar, het is gewoon terugvliegen naar de aarde, daar landen met een parachute. Nee, dat was het. Want ik zet nu mijn raket aan en ik vlieg eigenlijk bijna gelijk al terug naar de aarde zometeen. Want we hebben ook niet zoveel brandstof meer overigens, maar... Ik weet verder ook niet wat ik erover kan zeggen, het is gewoon niet zo'n lange aflevering. En als ik er echt wil knippen, dan wordt het helemaal een aflevering van 3 seconden ongeveer. En dat is ook niet helemaal de bedoeling. Ik heb echt nog veel fuel. Of ja, het valt wel mee hoeveel fuel ik heb, maar deze motor gebruikt gewoon heel weinig. Dat is wel handig trouwens. Oh, oeps, te ver doorgespoeld. Dat kunnen we ook zo doen. Oké. Als ik nu niks meer doe, dan ga ik al landen. Of ja, als ik nu niks meer doe, dan stort ik neer. Maar jullie snappen wat ik bedoel, denk ik. Zo simpel is het eigenlijk om terug te gaan. Maar als u nog een leuk idee hebt voor iets wat ik kan maken in het spel. Want je kan ook vliegtuigen maken en auto's en zo. Of ja, auto's. Niet echt auto's, maar meer een soort van maanlanders waarmee je kan rondrijden. Dan kun je altijd suggesties doen. Dan kan ik dat misschien wel maken in career mode. Dus in die modus waarbij je niet alles al hebt. En daar kan je ook ruimtestations maken. En echt allerlei best wel coole dingen. Want zelfs ik vind die dingen best wel cool. Oké, nu is mijn motor op, maar dat maakt niet uit, want ik ga al terug naar de aarde, zeg maar. Dus dit hebben we allemaal niet meer nodig. En dit is nog wat er over is van onze hele raket waarmee in het begin begonnen. Daar is de maan, daar zijn we net op geweest, daar zijn we zelfs geland. En daar is de aarde, daar komen we ook vandaan. Nou, we kunnen ondertussen wel een beetje doorspoelen. Hey. Oh, niet te snel doorspoelen natuurlijk. Oké, dat ging bijna mis. Ik was daar echt bijna neergestort, gewoon omdat ik te snel doorspoelde. Dat is me als eerder gebeurd. Dat is best irritant dat gebeurt. En zo te zien ga ik in de oceaan landen. En ik kan er niet echt veel aan doen, want ik kan niet echt sturen met dit ding. Ja, ik kan dit ding wel draaien, maar ik heb niks om mee te sturen. Dus ik zal gewoon recht naar beneden vliegen. En ik ga best wel echt heel erg snel. Ik ga een paar kilometer per seconde, dus als we met die snelheid doorgaan, dan zijn we redelijk snel beneden. Het is trouwens wel jammer dat het nacht is. Hey, doorspoelen. Nu verbranden we. Zit nog op 10 kilometer hoogte en we doen de parachute bijna uit. Oké, de parachute is nu uit. Die zie je hier zo. Zometeen als we op 500 meter hoogte zijn, klapt die helemaal uit. Maar we kunnen dat ook lager zetten. Nou, bijvoorbeeld
Ik kan niet op 100 zetten. Nou, zet ik hem lekker op 50. Hopelijk is 50 hoog genoeg. Als die dan 50 meter hoog zijn, dan klapt dat ding in één keer uit. En dan had ik eigenlijk iets meer dan 50 doen. 300. Vind ik wel een mooi getal. En dus nu, hoppa, dan gaat de parachute uit. En dan landen we langzaam. Een beetje doorspoelen duurt een beetje lang anders. En we gaan nu echt bijna landen. Ik kan er eventueel als ik wil al uitspringen. Wow, ik werd hoog gelanceerd. Waarom werd ik zo hoog gelanceerd? Laat ik even een beetje doorspoelen tot het dag is. Oh, nu is het alsnog nacht. Ben ik nou aan het zinken? Huh? Ben ik nou gezonken of wat? Of ben ik dood? Ik weet het niet. Ik vind het me vaag, maar... Oh, ik zink gewoon. Of niet? Nou, het zal wel. Ik heb geen flauw idee wat er nu gebeurt. Of... Oh, ik ben de lucht in gelanceerd. Oké. Okay. En nu ben ik weer aan het landen, zo te zien. Oké, okay, ik vind het heel vaag. Ik weet ook niet wat er aan de hand is. In ieder geval, dit was het alweer voor deze aflevering. Sorry dat die wat korter was. Maar volgende week weer een wat langere aflevering. Want dan ga ik beginnen aan career mode. En dan ga ik dus die dingen doen met die missies en zo waar ik het over had. Ja, ik vind het in ieder geval heel erg leuk om dat te spelen. En hopelijk vinden jullie dat ook leuk om naar te kijken. En als jullie dat twee of drie afleveringen echt niet leuk vinden. Dan stop ik daar wel mee. Want ik ga geen series maken waar jullie niet leuk vinden. En was dat dan weer voor deze video. Want ik denk niet dat dit ding ooit nog gaat landen zo te zien. Dat zal wel. Want hij zegt wel gewoon dat hij in water is. Maar... bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog achter te laten. Vergeet niet te abonneren. Maar trouwens, ik zat laatst over na te denken. Vragen om te abonneren is eigenlijk best wel raar. Want het is het zal wel. Boeit jullie ook niet. Maar bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Dat is op zich wel een logische vraag. En laat een reactie achter met wat je vindt van mijn thumbnails. En of je meer van dit spel wil zien. En dan zie ik jullie zondag weer met een nieuwe video. Doei!